mijn opa is begonnen, daarna is mijn vader begonnen, daarna ik en nu zitten mijn zoons in de slagerij. Zaterdag werken alleen de oudste en de jongste niet. 7 van de 9. Nou, dat is al een goede score. Ja, dat is heel uniek en daar ben ik heel trots op. Ja, dat is heel fijn en het is ook leuk om met die jongens te werken. En het zijn eigenlijk allemaal ondernemers. En ja, eigenlijk de een zal het iets anders doen dan de andere, maar ze gaan allemaal de goede kant op. Dat is heel mooi om te zien. De ene is heel sterk in bepaalde punten en de ander weer in dat. En zo moet je elkaar helpen aanvullen. Ik bedoel, uit Culemborg bellen ze vaak van, joh, weet je, let op de cijfers van dat en de inkoop van zus. En ik ben weer heel erg van, joh, let op dat je in de winkel mooi. En als ik daar kom, dan kijk ik altijd goed in de toon. En joh, let op dat je dat goed presenteert. En zo moet je elkaar sterk maken. Heel beslagen worden. Het is vanzelfsprekend gegaan. Ik ben erin gerold. En ik heb ze daar helemaal vrij in gelaten. Maar toch op een gegeven moment zei ze, pa, we worden slager. Nou, doen we dat. Ik heb nooit iets anders gewild. Dat vond ik prachtig. Ja, heel mooi. Misschien kwam het omdat pa deed en gewoon graag meehelpen. En ik heb alle takken doorlopen, laten we zeggen, van bedrijven. Nou ben ik slager. En als jullie dan plannen zitten te smeden voor de toekomst van het bedrijf, zijn er dan wel eens meningsverschillen? Ja. Niet echt veel hoor, we zitten vaak wel op één lijn, maar de jongens hebben wel hun eigen mening en dat is ook mooi en dan moeten ze ook gewoon moeten ze dat ook zeggen. Zo is het wel, er zijn drie broers die alle drie wel verschillend qua karakter zijn en denk ik dat betreft alle drie wel best wel eigenwijs, maar dat zijn wel de kenmerken van een goede slager worden. Dat is ondernemen, laat ik het zo zeggen. Allemaal bij elkaar, weet ik niet of dat goed gekomen had, maar goed, nu gaat het heel goed. Ik ben op het slagersgebied jong van geest, dus alle nieuwe ideeën zijn welkom. Ik sta liefst de hele dag in de winkel. Ja. En die jongens ook, als je hier kijkt, ja, staan het liefst in de winkel. En dat moet je hebben. Ja, dat is mijn ding. Praten, gezelligheid. En ja, de klant iets moois en iets vers aanbieden. Ik word natuurlijk ook ouder en ik ga het langzamerhand mijn eigen terugtrekken. De jongens die gaan natuurlijk door. Maar voorlopig hebben ze nog wel met mij te doen. Hè? Dus, ja, drie zaken nou en drie zoons en die echt helemaal slager zijn. Ja, vind ik, dan heb je er best wel naar verdiensten gedaan, denk ik. Maar ja, zijn passie en inzet, ja, dan bereik je wat. Ja, ik ben heel trots op hetgeen wat hij bereikt heeft. Ja, dat is gewoon mooi en ik denk dat hij ook wel trots op ons is. Als je ziet, drie zonen en sluit niet uit, op zaterdag lopen er nog meer. Dus, gaat het op een familiefeestje of als jullie met elkaar aan het eten zijn of wel eens niet over de slager? Nee, we staan niet.